Vrijdag 28 maart vond in Bilthoven op de Melkweg een aanrijding plaats, waarbij een jongen van 10 jaar tijdens het oversteken tegen een voorbijrijdende auto aanliep. De jongen heeft vermoedelijk niet goed uitgekeken bij het oversteken en zag op het laatste moment de auto en probeerde deze nog te ontwijken. Ook de chauffeur trachtte nog de aanrijding te voorkomen, maar het was te laat. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar nadat de verwondingen bij de schooljongen meebleken te vallen, werd deze teruggestuurd. Volgens getuigen reed de chauffeur niet te hard. De politie heeft de chauffeur nog laten blazen, maar daar bleek uit dat er geen sprake was van alcohol. De jongen is meegenomen naar het ziekenhuis voor onderzoek, maar de verwondingen zullen zich vermoedelijk beperken tot een kleine hoofd- en oorwond. Op de Melkweg is geen zebrapad, dat terwijl aan deze weg een school gelegen is. Bij de ambulance.